Cooldown-ruimte is ontstaan vanuit de locatieraad. De locatieraad is de oude vertegenwoordiging, CSW Elzenlaan, Middelburg. En het idee is om cooldown te krijgen. En dat is dat kinderen alles eruit kunnen gooien, tot rust kunnen komen en even gezellig onder elkaar examen stress kunnen verwerken. Als je klaar bent met het examen, dan kan je daar iets kleins eten. Want vaak is het zeg maar dat je na je examen helemaal voelt alsof je hersenen eruit gesleurd zijn. En dat je dan eigenlijk ook wel trek hebt, omdat je toch vaak 3 uur, 2,5 uur lang zit. En het is vooral heel fijn dat je met je medeleerlingen alle vragen even na kan bespreken. Maar daar word ik zelf altijd heel zenuwachtig van. Ik krijg altijd het gevoel dat ik het dan... Dan weet ik nooit meer, ben ik nooit meer zo zeker van mijn zaak, maar het is altijd heel gezellig inderdaad om gewoon even na te praten en gewoon even aan iets anders te denken. Ik heb net het examen scheikunde gedaan voor HAVO en ik vond het eigenlijk best makkelijk, relatief makkelijk voor scheikunde. Nou, dit was gewoon mijn laatste examen, dus ik ben nu helemaal klaar. Ik heb over het algemeen een goed gevoel over, dus ik denk dat ik gewoon wel geslaagd ben. En hierna ga ik waarschijnlijk aquatische ecotechnologie doen op de HZ in Vlissingen. Nou, we hebben net VWO Engels examen gedaan en dat was een tekst. En dat was, ik vond het niet zo moeilijk, ik vond het wel gaan. We hadden ook genoeg tijd en ik was ook binnen de tijd klaar. Dus dat is de eerste keer dat ik binnen de tijd klaar ben, dus ik vond het meevallen. Nou, ik vond het examen ook wel meevallen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik had... bij Frans ben ik heel vaak heel erg lang bezig en dat heb ik met Engels, vooral met tekst lezen heb ik dat ook. En dit keer was ik ook binnen tijd daar wat Berbel zei. Het viel me ook heel erg mee, ook de moeilijkheidsgraad van de teksten. Ja. De leerlingen vinden het heel leuk en het hangt ook van de examens af of ze met veel of met weinig komen. Want dan moeten ze even hun stress kwijt en ze reageren heel positief.